Amerika slaat alarm over het Zika-virus. Het virus dat wordt overgedragen door muggen rukt op naar de Verenigde Staten en het blijkt veel gevaarlijker dan de artsen hadden gedacht. Everything we look at with this virus seems to be a bit scarier than we initially thought. Het Zika-virus kan leiden tot geboorteafwijkingen bij baby's, zoals abnormaal kleine hoofden en hersenen. Tot nu toe werd Zika vooral vastgesteld in Brazilië en andere landen in Midden-Amerika. Daarom wordt zwangere vrouwen ook afgeraden daar naartoe te reizen. Maar de Amerikanen gaan er nu vanuit dat in al deze staten in de VS het Zika-virus ook verspreid kan worden. Amerika zet zich schrap. Correspondent Erik Mout aan. Het is fijn wonen in Florida, maar er schuilt gevaar aan de oevers van het meer. Overal muggen van het soort dat Zika verspreidt. Gelukkig kun je dan Mosquito Joe inschakelen. Het gif dat hij spuit in de tuin van zijn klanten doodt muggenlarves. En daarmee voorkomt hij veel ziektes. West Nile, dengue, chikungunya, Zika, there's a ton of them. En nu Zika is vastgesteld bij tientallen mensen in Miami, heeft Mosquito Joe het druk. It's a growing concern, especially expecting mothers. Some people just don't like any viruses, so they call as well, because they've heard the news. Wie besmet wordt, merkt er in de meeste gevallen niets van. Maar zwangere vrouwen lopen gevaar. In de VS is al een misvormde baby geboren, al vond de besmetting plaats in het buitenland. Van belang is om vooral plekken te behandelen waar stilstaand water zich verzamelt. Dat zijn ideale broedplaatsen, weet ook de eigenaar van dit huis. I'm worried about that new virus that just came about. I mean, I'm a nurse practitioner, so I'm very, you know, in tune to what's going on. But I feel like we're safe, I feel like we're protected. I feel like, you know, we just have this like invisible tent over us. Dit soort maatregelen kunnen de verspreiding van het Zika-virus afremmen, maar niet stoppen, zeggen autoriteiten. Want er zijn gewoon te veel muggen. Bijvoorbeeld even verderop in natuurgebied de Everglades. De familie van Jesse Cannon neemt al sinds de Tweede Wereldoorlog mensen mee de Everglades op. Hij maakt zich nog geen grote zorgen. We've had people ask about it and we've had people buy, you know, aerosol spray for, you know, for the mosquito spray. When our rainy season gets here June, then we'll see how bad the mosquito season is and we can have a better judgment call just what we're going to have and what we're going to have to deal with. En veel toeristen weten niet eens dat er gevallen van Zika zijn vastgesteld in de VS. Ik heb er een klein beetje van meegekregen hier lokaal, maar ik begreep meer dat het in Brazilië echt heel erg is. Maar dat het hier nu ook komt, dat hoor ik wel in het hotel mensen wat over praten. Maar niet echt mensen dat ze er wakker van liggen of zo. En toch, soms heb je meer te vrezen van een kleine mug dan van deze beesten. Erik Mout aan RTL Nieuws in Florida.